Kijk hoe leuk. Ik heb deze trui gekregen van een kijker. Alvast voor mijn verjaardag. Dat is volgende week. Ik word 19. Als je iets anders suggereert in de comments, blokkeer ik je. Leeftijdscrisis. Hey, kunnen jullie je herinneren dat we het pas geleden hebben gehad over een familieruzie? En cola. Normaal kreeg oma het op een bepaald merk en nu ineens een huismerk cola. Nee joh! Nou, nu kreeg ik een reactie. Nou, niet één. Niet twee. Ik kreeg twee reacties. En één daarvan had deze link. 1 miljoen kijkers ontplofte burenruzie Maastricht. Tokkies. Nu valt u waarschijnlijk gelijk op tokkies. Waarom tokkies? Nou, er zit een foto bij en ik kan me er niet in vinden. Heeft niet iedereen een felroze hek? Nee, wat natuurlijk echt opvalt is die 1 miljoen kijkers. 1 miljoen, dat moet goed zijn. Dat kan niet anders. Dat kan wel. Dat is een grote kans zelfs. We gaan het alsnog kijken. Ik ben onderweg naar Maastricht. Daar wonen Miranda en Gert-Jan samen met hun 5 poezen en hun zoon in een leuke volksbuurt. En Miranda en Gert-Jan hebben de Action League gekocht. Want home is where the heart is. Live, love, love. Wet ass pussy. Bedreigen, intimideren. En het houdt niet op. De buren in kwestie, toevallig ook een Miranda en Haman Jos, snappen helemaal niets van alle beschuldigingen. Zij zeggen... Oh, ze heten allebei Miranda. Tuurlijk heten ze allebei Miranda. Gaat daar ook de ruzie om? Ze hebben gewoon per ongeluk elkaars post geopend. Miranda, meen je niet? Snap je? Miranda, meen je niet? Ik verdien deze trui ook gewoon niet. Ik verdien het niet. Ik verdien niet dat kijkers aardig tegen me zijn. Goed, we gaan even binnenkijken bij Miranda van Gert-Jan. Met het roze hek. Die heel de Action heeft leeggekocht. Gewoon de Miranda die je nu in beeld ziet. We gaan even een verhaal aan horen. Kom verder. Oh. Nou, wat een gezelligheid. Ja. Dankjewel. En een bakje voor mezelf. Nee, nog steeds geen idee waarom zij nou net tokkies werden genoemd. Wel was een van de shots een aangiftemapje. Dat is het allerbeste wat ik ooit heb gezien. Nou, welkom Victor in mijn studio. Dit is mijn thuis, dit is waar mijn hart ligt. Home is where the heart is. Waar zit je nou naar te kijken, Miranda? Naar het beeldscherm. Oh, dat zijn de camera's. Dat zijn de camera's. Maar waarom al die camera's? Voor bedreigingen, voor mishandeling. Dat we weer in elkaar geslagen worden. Daar ben je gewoon bang voor in je eigen huis? Ja, we zijn al een keer in elkaar geslagen geworden. Dus. Oké, twee dingen. 1, die camera staat echt op heel de straat gericht. Dat is vet illegaal. Maar zij heeft die camera echt nog net niet in het huis van de buren geplaatst. Zo in de douche. Nee, en 2, Gert-Jan klinkt gewoon trots op dat hij in elkaar geslagen is. Alsof dat gewoon het vetste is wat hij heeft meegemaakt sinds hij dat jasje heeft gekocht in 1995. Victor, ik ben ontzettend blij dat je hier bent om onze burenruzie op te lossen. Ik moet wel zeggen, als dat in elkaar geslagen wordt, als dat allemaal niet weggaat, vind ik niet zo erg. Weet je, dat mag best blijven. Nee, ik meen het. Dat kan. Luister, Victor, dat blijft met je poten vanaf, jongen. Dat blijft godverdomme vanaf. Ik wil gewoon bam op mijn muil ondersteunen, ga ik meemaken. Dus als jij denkt echt dat ik helemaal gek ben, denk ik. Maar door de buren? Nee, niet door Jos. Niet door Jos. Door welke buren dan wel? Door Kim en Dave. Nou, door de buren van nummer 28. Bert en Miranda uiteraard. Toch? Het is gewoon een vereiste om in de straat te komen wonen. Eén van het stel moet Miranda heten. Zo heeft Gert-Jan 100% kans om in elkaar geslagen te worden. En die andere buren waar ze ruzie mee hebben, dat zijn deze. En nog steeds geen idee waarom deze mensen tokkies worden genoemd. Ook de rest van de buren, ik heb geen idee. En het blijken ook nog alcoholisten te zijn. Allemaal, niet gewoon echt de hele straat, zeg maar. Ja, en hij stond dan daar en toen heeft hij mij een klap op mijn bek gegeven, waardoor ik naar achteren viel tegen de muur. Tok. En ben gaan liggen. Gert-Jan, dat is zitten. Volgens mij, Gert-Jan, ben jij een beetje aan het liegen. Die constructies die vind ik top. Ik zou zelf heel erg gaan overdrijven. Dus ik werd zo geslagen, maar ik ontwaak hem. Want ik ben wereldkampioen kickbox. Nou ja, ik ben niet wereldkampioen, maar ik doe het wel vaak. Elke vierde woensdag van de maand. Dus ik ontwaak hem en ik kan hem zo makkelijk, hè, zo'n levensstoot, zo pauw, de pijn. Zo, woe, woe, woe. Maar ik denk, ik hou de eer aan mezelf. Ik ga het gewoon nu doen. Nou ja... Ik had ook niet echt tijd om na te denken, want hij was sneller dan ik dacht. Dus hij sloeg raak. Dus ik val, hè. Val. Gewoon slow motion shit. Ik doe nog 1 backflip als laatste. Ik denk, ik ga er goed uit ook. Bam, backflip. Met mijn hoofd zo. Of nou, ja,
Nee, ik viel eigenlijk in de stoel waar ik toch al wilde gaan zitten. Dus ja, eind goed, al goed. Maar alsnog, het was echt... Oh! Ze noemen me aquariumhoer. Vanwege het aquarium? Vanwege het aquarium. Ze noemen me computerhoer en camerahoer. Camerahoer ook nog? Ja. Vanwege de camera. Vanwege de camera. Oké, okay, wacht wat. Ze pakken nu gewoon echt alles en zetten daar hoer achter. Dit slaat nergens op. Bloemetjesgordijnhoer. Hebben ze hem ook genoemd? Ja. Aangiftehoer. 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 Wat was volgens... vervoer. Vervoer? Ik heb niet eens een auto. Waarom zou je mij vervoer... Vervoer. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk vervoer. Want ik heb natuurlijk wel dat hekje roze geverfd. Ja, dat klinkt logischer. Dave en Kim zijn vrienden van jullie. Ik ken Dave niet. Is hij zo'n agressieve boze man? Totaal niet. Helemaal niet. Wat ik ervan begrepen heb, is Dave een paar keer dronken behoorlijk in de fout gegaan. Nou, niet dronken. Ik heb hem heel vaak aangeschoten en gezien aan dronken. Daar kun je alleen maar mee lachen. Oh, het is geen boze man. Oh. Last van mijn schouder. Pak van mijn hart. Oh, wat goed nieuws. Het is helemaal geen boze man. Kijk, tuurlijk, hij heeft Gerrit-Jan een keer in elkaar geslagen. Heeft hij ook taakstraf voor gekregen, maar goed. Wie doet dat niet af en toe, toch? Ja, Dave is gewoon een hartstikke leuke man. Vooral als hij alcohol op heeft. He is all about love, man. Alleen maar liefde bij hem. Is er nog meer gebeurd met Dave? Ja. Dat was met carnaval. En toen kwam Dave, kwam weer dronken aan ons huis toen ik er niet was. Ik deed open. En toen zei hij van ja, is Gerrit-Jan thuis? Ik zei nee, die is er niet. En toen probeerde hij me te zoenen. Nee. Vol erop. En toen is hij lachend weggelopen. Wacht, wat? Te veel liefde, Dave. Te veel. Nee, maar ik snap dit ook wel. Ik bedoel, het is natuurlijk ook doodverwarrend. Al die Miranda's. En dan heb je af en toe een verkeerde. Toch? Dit is waarschijnlijk dezelfde dag gebeurd als dat in elkaar slaat. Je slaat gewoon af en toe iemand in elkaar, krijg je taakstraf. Tong in je buurvrouw. Klinkt als een dinsdagochtend voor Dave Roefink. Nou, nog even terug over die voorwerpen waar dan hoer achter werd gezet. Er wordt een boel gescholden, zeggen de buren. Eigenlijk ben ik daar wel ontzettend van geschrokken. Ja, als zij beginnen. Kankerhoer. Computerhoer. Laptophoer. Raamhoer. Laptophoer. Raamhoer is niet door ons gezegd. Aquariumhoer. Nee, is niet door ons gezegd. Aquarium, die is nieuw voor mij. Laptophoer. Ze gaat ook gewoon stuk. Ze aquariumhoer. Die is goed. Weet je, die ga ik vaker gebruiken. Ik was namelijk vloerkleedhoer al zat. En aquariumhoer klinkt beter. Ja, thanks Victor. En oh ja, dat laptophoer, dat kwam omdat Miranda vroeger camgirl is geweest. Op de 06-lijn. En ik maak daar ook geen geheim van, want ik heb het waanzinnig naar mijn zin gehad daar. En dan zat je met zo'n spons. Nou goed, de buren krijgen voor het eerst de kans om het uit te praten. Met Victor erbij en, nou, dat ging voortreffelijk. Ja, man daar, die wilt alles. Jij moet eens een keertje ophouden daarmee. Ja. Jos, blijf er even bij. Nee, ik moet naar binnen, ik sta op mijn de waarheid wordt op de hart, hè. Hallo, doe eens maar, hey, doe eens normaal. Dat is de kut toch niet weer, hè? Ja, jawel. Nee, je moet op pak schouwen. Oké, okay, het ging niet super. Het ging niet voortreffelijk, zoals ik zei. Kijk, tuurlijk was de buurman zo boos op de buren dat hij zijn eigen huis ging slopen, maar... Ja, goed. Ik heb al genoeg gezien. Ik zie u bij de hoorzitting. Nou is het zo dat Dave, die is hier wel, maar niet in deze zaal op het ogenblik, want die zit ergens anders naar het scherm te kijken. Want u wilde niet met hem hier in één zaal zitten. Waarom niet? Omdat hij me mishandeld heeft. Ach, schijt toch uit met je mishandeld heeft. En je durft wel achter het raam. Nou, dat is gek. Miranda en Jos hadden juist gezegd dat Dave zo'n leuke man is. Vooral met alcohol op. Dus ik hoop dat hij niet dronken is. Nee. Deze rechtszaal lijkt nu gewoon meer op een AA-meeting. Het ging er over dat u ervan wordt beschuldigd dat u roddelt. En met name over uw vroegere leven in de seksindustrie. Ja, als je het zo grof wil noemen wel. En toen moest Dave wat gevraagd worden door meester Frank Visser. Dus hij die zaal in. Miranda durfde niet met hem in de zaal te zijn, want hij is veel te aardig. Nou, laat maar gelijk ter zake komen. Er wordt gezegd dat u nogal losse handjes heeft. Had ik hem maar. Had ik kapot geslagen. Heb je toch al gedaan? Wat is het? Jongens, dat was het. Was van die duwman, duffen. Fellicele rek, rotgek. Vaak heb je ons wel niet bedreigd ook. Ach, sorry, ik heb je geduwd. Wat? Hij is hier 9 seconden. Waarom is hij... Waar is die aardige Dave waar Jos en Miranda het over hadden? Want deze Dave wil ik niet eens tegenkomen in een beerput. En Dave was toch verliefd op Miranda? Of niet? Ja, dan is er ook nog die kwestie van
dat zoenen en zo, maar... Ja, dat is een grote fout van me geweest. Ik ben blij dat ik bezopen was. Want als ik dat nuchter had gedaan, had ik me aan een boom opgehangen. Nou. Wie gaat zijn lelijk mommel proberen te kussen? U? Nee, waarom doet hij dit? Oké, dit gaat hij voor de rest van zijn leven aanhoren. Elk straatbarbecue. Die me sowieso niet zo heel gezellig lijken, maar elk straatbarbecue. Waarschijnlijk gaat het nog op zijn grafsteen staan. Rip, gedist door meester Visser. Nou mensen, en dan komt de uitspraak. Ik ben toch zo benieuwd. Ik denk dat die camera niet over de straat mag schijnen en dat iedereen een verbod krijgt. Ze mag wel een camera daar hebben, mits die blijvend wordt vastgezet en alleen haar voortuin in beeld is. Vanaf nu wordt er niet meer gescholden, gedreigd of erger. En natuurlijk, uitdagen mag ook niet. Overtreding van het contactverbod betekent dat u aan de tegenpartij telkens 100 euro per keer moet betalen. Kutbuur! Oh, nee. Ja. Dom van mij. Wacht. Hij weet terug van 200. Nee, shit. Oh, wacht. Geef mij die 250'tjes. Oké, dat was hem, mensen. De tokkies van Maastricht. Ik weet nog steeds niet waarom ze tokkies worden genoemd. More like... bankhoer. Hey, even tussendoor. Ik heb deze video gevonden omdat een van jullie dat heeft gereageerd. Weet je nou iets leuks of heb je iets leuks gezien op televisie? Zet het even in de reacties. Thanks!